Nou, dat ging niet helemaal van een leien dakje. Hallo, tof dat je kijkt. Deze week ga niet ik, maar Max het experiment doen. Misschien herinner je nog uit de vorige video dat Max het wereldrecord aantal pringels in je mond wilde verbeteren. En als dat niet zou lukken, dan mochten jullie een tegenprestatie bedenken. En nu zijn we hier, dus je kan wel raden hoe dat is afgelopen. We gaan Max op een sapkuur zetten. Even voor de duidelijkheid, ik ben zelf 100% tegen sapkuren, sapvasten. En met mij ook Women's Health Magazine, waar ik onder andere voor werk. Toch zijn er genoeg mensen die het nog steeds doen. En dat is op zich ook niet zo gek, want bedrijven die sapkuren aanbieden beloven dan ook dat het je lichaam zou resetten, ontgiften. Dat je haar, huid en nagels er beter van zouden worden. Dat je afvalt en dat je opgestapelde chemische afvalstoffen uit je lichaam zou verwijderen. Bullshit. Een gezond lichaam heeft gewoon nieren, longen, een lever en die werken al detoxend. Er is tot op heden gewoon nog geen betere manier gevonden die detoxend werkt dan wat een gezond lijf gewoon automatisch al doet. Als je een dag op groenten en fruitsapjes leeft, krijg je gewoon niet genoeg voedingsstoffen binnen en waarschijnlijk ook niet genoeg calorieën. Maar oké, speciaal voor jullie offert Max zich op en legt zijn sappenkuur voor jullie vast. Let's go! Maxie? Ja? I have a little surprise for you. Ik heb een pakketje voor je en die mag je nu gaan openmaken. Het is heel erg leuk en het is voor morgen. Dit is mijn vonnis, hè, is dit? Ja. Oh jee, allemaal papiertjes met grafieken erop. Nou, dan weet je dat het lekker wordt. Als er grafieken nodig zijn om het uit te leggen. Piepschuim, ik lust helemaal geen piepschuim. Oh, wauw. Interesting. Zo, goedemorgen. Ik ben dus even... dit aan het bekijken. Dit is allemaal informatie bij het detoxprogramma. Ik mag op mijn werk vandaag tot 4 uur mag ik 5 van deze flesjes drinken. Ik zie hier. Een speciaal programma dat is samengesteld om je lichaam een welverdiende rustpauze te geven en te reinigen en of te resetten. Bij ieder gewicht. Op de hele dag vandaag mag ik 7 flesjes die bij elkaar nog geen 650 calorieën zijn. Dus dat betekent dat de detox, maakt niet uit of je een meisje van 50 kilo bent of Max de Vries van 93 kilo, voor iedereen hetzelfde is. En volgens mij werkt dat niet helemaal zo, mensen. Maar ja, je zult mij de komende 2 dagen dus compleet zien wegkwijnen voor de camera. Dit wordt zalig. Joepie. Zen. Avocado, broccoli, venkel, limoenboerk, wat? Gadverdamme. Kijk hem nou gaan met zijn lieve tasje. Zijn koeltasje. Oh. Zitten mijn vruchtensapjes in voor op school? Aww. Oh, cute. Ik hoop dat niemand ze afpakt. Koesie, koesie. Breakfast. Here we go. Dat zijn gewoon allemaal willekeurige shit die ze over hadden in een flesje geflikken. Smaakt best wel naar niks eigenlijk. Het wordt een hele lange dag. Het is nu dus... iets na 9:30. Dus officieel zit ik nu wat? 2 uur in mijn sapcleanse, denk ik, zoiets. En ik heb fucking honger, jongen. Ik heb zoveel fucking honger. Nu al. En ik mag over 20 minuten mag ik sapje nummer 2. Verder mag ik helemaal geen moer en ik word er fucking zagrijnig van. Het is jullie schuld. Ik haak heel even in om te zeggen, sorry, ik geloof dat ik Max eerst eventjes een vloglesje had moeten geven. Het is 10 uur, het is tijd voor vibe. Vibe. Rode biet, sinaasappel, bleekselderij, basilicum en wortel. Jan. Oh, gadver. Het smaakt echt heel erg naar biet. Iedereen vraagt zich nu af wat ik hier in het kantoor tegen mezelf aan het schreeuwen ben. Maar weet je? Ah, oh, dat is echt niks. Alright. Update zoveel. Het is bijna 12 uur. Ik moet zeggen... de cleansing werkt goed. De wc is al de hele ochtend mijn beste vriend. Dus ik heb het idee dat er in ieder geval van alles uitgespoeld wordt. Ik heb een honger, jongen. Ik weet niet, jullie. Ik ga dus nu om 12 uur nog een sapje drinken. En ik ben helemaal licht in mijn hoofd en ik kan me niet concentreren, merk ik ook. Ik weet niet hoe lang ik het volhoud voordat ik tosties ga maken. Hoogste tijd voor een stukje wetenschappelijke duiding. Wat Max hier ervaart is het zogenaamde pieken en dalen van de bloedsuikerspiegel. Hierdoor kan hij zich moe en lusteloos gaan voelen. Het zijnde het excuus voor zijn norse kop. 12 uur, ik zat te trillen op mijn benen en ik mag nu... ik mag nu de Karma drinken. En die is wel 110 hele calorieën. Nou jongens, doe niet zo gek.
ergste is dat de rest dus nu ook gaat lunchen. En lunchen hier op kantoor is best wel een fijne aangelegenheid. En meestal mijn favoriete moment. Ik ga eens even laten zien wat het allemaal inhoudt. Giselle, wat eten we vandaag? We eten vlees, groenten, salades. En gewokt. Wat wordt er gewokt? Taugai. Groenton. Dat loop je dus allemaal mis. 106 plus... Om 2 uur heb ik dan 330 calorieën in totaal tot mij genomen. Dat merk ik nogal. Ik zit te shaken, ik kan amper nadenken. En het heeft echt wel impact. En het slaat gewoon, deze hoeveelheden eten slaat helemaal nergens op. Dit is gewoon uithongeren. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga even kijken hoe de rest het aan het doen is. Misschien dat ik me met een beetje afleiding kan vermaken. Hey Tuig! Hallo! Mijn collega's zijn hard aan het werk voor mij en ik vroeg of ze iets nodig hadden. En aangezien zij super vreed zijn, word ik nu naar de McDrive gestuurd om voor hun eten te gaan halen. Assholes! Goedemiddag, mag ik van u 2 McFlurries Milka Alpenmelk? Big Tasty menu graag. Kijk hoe supportive iedereen is hier. Pak het, sapkuur, ik ga een banaan eten. Ik begin me echt een beetje af te vragen wat mensen denken wat het nut is van zo'n sapkuur. Max voelde zich blijkbaar zo slecht dat hij niet eens de dag heeft afgesloten. Ik kan ook helemaal niks aan de jongen overlaten. Ondertussen ben ik wel benieuwd wat experts eigenlijk zeggen over sapkuren. Wat ik van sapkuren vind? Dat was serieus. Sapkuren is denk ik naast detoxen, en naast plaatselijk vetverliezen, de grootste onzin die bestaat. Ja, ik ben niet per se voor sapjes, maar ik geloof wel in een balansdag. En dat kan ook detoxen zijn, maar je kan op heel verschillende manieren detoxen. Van een dag groente en fruit bijvoorbeeld. Maar echt alleen maar sappen, ik zou jezelf dat niet aandoen. Dat is vooral ook gewoon helemaal niet leuk. Detoxen, sapkuur, juice fast, cleansen, het maakt niet uit hoe je het wil noemen. Het komt elke keer op hetzelfde neer. Het is een van de meest effectieve marketingtermen om jou, de West-Europeaan, van problemen af te helpen die je eigenlijk helemaal niet hebt. Zo, dag 2, 8 uur. Op zich wel oké geslapen. Ik weet niet of dat ergens mee te maken had. Maar we zijn fairly uitgerust. Ik kijk even op mijn schemaatje wat ik doen moet. We beginnen met een aura. Nou kijk, dan hebben we hier een vette MTV Cribs-achtige setting. Aura, dat is die. Tijd voor sapie 3. Ik voel me wel beter dan gisteren. Ik voel me niet zo raar. Maar ik ga nu wel sporten met een vriend van. Dus dat wordt wat. Marije, wil jij nog iets zeggen tegen de mensen? Girl power! Wat? That makes no sense. Team Cameras. Nee. Verstandig als ik ben, was ik dus mijn camera vergeten mee te nemen. Ik heb net 2 uur getraind met mijn vriend André. En nu ben ik helemaal dood. Ik ga nu mijn 4e sapje van de dag drinken. Het is niet het laatste sapje van de dag, maar ik denk zomaar dat het niet bij het sapje blijft. Want ik sta echt tol op mijn been. Marije? Ja. Oké, één kat. Hallo kat. Meeuw. Gaat ie goed? Ga je lekker? Heb je veel energie? Heb je er zin aan? Ik ben er klaar mee. Oh. Dit slaat nergens op. Oh. Het is nu 3 uur. Dit is wat ik vandaag gegeten heb. Het is niet goed. Dit is hoe dan? Niet normaal, mensen. Dat kan niet. Dus ga je omkleden, we gaan uit eten, fok deze. Het einde van 2 dagen, soort van sapkuur. Ik zal het soort van sapkuur noemen. En ben er helemaal, helemaal klaar mee. En daarom... Geef hem de punt. Chapon. Nieuw, dat ging niet helemaal van een leien dakje. Ik neem het Max dan ook niet kwalijk dat hij ontzettend gefaald is in dit experiment. Eetchallenges moet je ook gewoon aan de pro's overlaten. Ik denk dat ik weinig meer heb toe te voegen aan dit. Jullie weten dat ik sapkuren niet aanraad en ik denk Max bij deze ook niet. Maar hey, doe vooral wat je niet laten kan natuurlijk. Laat even een reactie achter met wat je van deze video vond. En ik zie je volgende week weer met een heel heftig experiment die ik zelf ben ondergaan. Bedankt voor het kijken. Bye bye.